Hallo, dag liefste schorpioen, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag een lezing voor jullie doen met betrekking tot de energieën voor de week die eraan zit te komen. Ik begin altijd heel graag mijn lezing met wat astrologische achtergrond. Ik denk dat dat wel van belang kan zijn voor jullie. Ik kijk eens wat er momenteel gaande is op astrologisch vlak en daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Deze lezing is goed voor zowel schorpioen in zon, maan en ascendant teken. Goed, we duiken er direct in. Liefste schorpioen, wij hebben morgen een heel belangrijk punt in het jaar. Het is de maansverduistering, de eclipsseizoen. Op 25 maart, ik denk ook althans dat we morgen de 25e zijn. Schiet mij niet af als ik verkeerd ben, of is het overmorgen, ik weet, ik ben mijn datums kwijt. Maar het is althans de 25e en daarover wou ik het eventjes hebben met jullie. Ik wou eens kijken waar er iets van belang voor ons allemaal kon zijn. We hebben ook de lente die begonnen is. We hebben ook Mercurius die in retrograde staat. En Mars die samen met Saturnus in het teken van vis staat. Dus al die zaken zal ik eens even bespreken, kort. Althans, ik zal mijn best doen om het kort te doen. Ten allereerste, dus de maaneclips. Die staat in het teken van weegschaal. Weegschaal, het teken die houdt van balans, van evenwicht. Nu, elke maaneclips, en zeker zo'n speciale zoals nu, die zal spreken over bepaalde grote hoofdstukken afronden in ons leven. Je moet maar eens zelf kijken voor jezelf. Ten eerste, ben jij vorig jaar in oktober iets... Heb jij toen iets gestart als het ware, iets met betrekking tot jouzelf, en dat kan op gelijk welk vlak zijn, dan kan het nu wel zijn, ik zeg niet dat het zo zal zijn, maar het kan zijn dat bepaalde zaken wat jij toen gestart bent, die nu naar een einde zal komen, zal afronden, dat je dat kunt afsluiten als het ware. Het is altijd een periode, zeker tijdens deze eclipse, dat onze dromen en onze doelen als het ware meer geconnecteerd ook zullen zijn met onze emoties en onze intuïtie. Dus we zullen meer geconnecteerd zijn met onszelf. En daardoor zullen we beter ook zien waar we dienen heen te gaan. Deze eclipse is ook specifiek. Waarom? Omdat die samenstaat met onze South Node. En dat is eigenlijk onze zuidelijke maanknoop. En die spreekt over onze karmische hoofdstukken in ons leven. Onze karmische geladen zaken die wij dienen los te laten om te kunnen vooruitgaan. Ja? Dus we kunnen dat verschillende malen in ons leven wel tegenkomen. Hè? Dat zijn grote hoofdstukken. Daarom dat deze specifieke eclipse wel belangrijk is. Het is ook een eclipse, ik ga het er direct bij zeggen, ook waarin dat je wel plezier mocht maken. Hoor. Het moet niet allemaal zo zwaar geladen zijn. Zeker niet omdat Venus ook nog heel mooi in vis staat. En mijn vorige video ging daarover. Dus dat kun je althans eens bekijken. Maar het belangrijkste over deze maaneclips wil ik toch meegeven. Dat bepaalde karmische hoofdstukken, dat kan zijn op je jobgebied, op carrièregebied, dat kan zijn in relaties, romantische relaties, maar eventueel ook met vrienden. Ja, ik zal maar zeggen, zelfs met familieleden, die dienen afgesloten te worden. Kan ook zijn bepaalde denkpatronen die jij aan het veranderen bent voor jouzelf. Kan ook zijn hoe dat je in relatie staat, dat je dat eens bekijkt. Hoe dat jij er als persoon in staat. Uw blik naar jouzelf toe, die ook aan het veranderen is. En daardoor een hoofdstuk afgesloten raakt. Ook uw relatie met financiële zaken, hoe dat jij met uw geldzaken omgaat, kan ook veranderen. Het kan zelfs zijn dat je van woonplaats gaat veranderen. Het kan ook zijn dat je een enorme spirituele groei aan het maken bent nu momenteel. Hè? Iets dat je gestart bent in oktober en dat je nu iets aan het afronden bent, dat je naar een volgend hoofdstuk kunt gaan. Dat zijn eigenlijk allemaal specifieke zaken. Dat zijn de 12 huizen ongeveer, die van belang zijn voor ons. En voor iedereen van ons zal dat anders zijn, hoe dat ons implementeert. Hè? Wat dat ook heel leuk is, is die lente die begint. Hè. Die lente, de equinox, die is begonnen op de 30e april. Altijd een hele leuke periode om van die energieën te genieten. Waarom? Soms zijn we er gewoon niet bewust van. Hè. We hebben die zware, lange wintermaanden meegemaakt. De meeste mensen hebben daar wel wat last van. Die donkere dagen, hè, vanaf nu beginnen de dagen mooi te verlengen. De lente is gestart, alles staat terug. In bloei, hop hop, alles kan vooruit gaan. Die energieën zijn er daar eigenlijk voor ons om te gebruiken.
Althans, als jij dat wenst. Hè. De ene zal dat ook wat zwaarder aanvoelen dan de andere. Maar heel mooie energieën, omdat vanaf dat moment, vanaf de lente, staat de zon in het teken van Ram. Hè. En Ram is het eerste teken van de zodiac. Hè. We hebben 12 zodiac-sterrenbeelden. En het eerste gaat altijd over zichzelf, over nummer 1, jij. Dus vandaar dat jij eigenlijk althans een mooie nieuwe energie kunt krijgen om iets te veranderen, eventueel aan jouzelf. Hè. Ik denk als het ware dat nu, zo met die lente, dat was het ware energie krijgen om terug vooruit te gaan. Die energie propuleert ons als het ware. Het is als een springplank. Die geven ons een duwtje van ga maar vooruit, alles komt goed. Dus dat is mooie energie. Ik had opgeschreven, ik schrijf altijd een paar keywords op als ik die presentaties maak en kijk wat er gaande is. Had ik opgeschreven dat de periode is van activatie van creativiteit ook. Dus het kan zijn dat je terug wat creatiever begint te voelen. Kijk, Scorpio, jij bent een waterteken. En de zon is een heerser, bijvoorbeeld van kreeft, is ook een waterteken. Dus het kan wel zijn dat jij deze volle maan, deze eclipse, dat jij dat heel hard voelt in jouw leven. Dat je emotioneel, zeer, zeer, zeer... Ik zou zeggen, vertrouw op jouw intuïtie momenteel. Die zal echt wel geheightend zijn. Hè? En die is sowieso al sterk aanwezig bij jou. Maar neem die mooie energie mee van deze lente. Hè? En je kunt het een beetje zien als een herboren jij, als het ware. Hè? Nieuwe energieën, nieuwe creativiteit die uit jou voort kan vloeien. Hè? Waardoor dat jij een nieuwe versie van jezelf kunt voorop zetten. Hè? Je moet dus gewoon kijken voor jezelf ook waar je bent gegroeid, op welk vlak je meer geconnecteerd ook bent met de echte jij, met wie jij echt wel bent en wat jij ook wenst in het leven. Hè. Het kan zijn dat je daardoor zelfs je wat meer vrij zult voelen, wat meer gelibereerd zult voelen als bepaalde zaken beginnen duidelijk te worden. En dat je daardoor als het ware ook een soort van meer optimistische blik naar de toekomst kunt hebben. Dus zoals ik zei, deze self-note, hè, waar dat die volle maan mee samenstaat, het kan wel zijn dat bepaalde personen in jouw leven, als het ware, zullen verdwijnen. Waarom? Het zevende huis wordt aangesproken, dus het huis van onze relaties. Niet enkel romantische relaties, relaties één op één dus. Dus ik zie daar wel in dat bepaalde mensen, wij allemaal, dat wij bepaalde contracten, zielscontracten, dat wij hebben met mensen, dat wij die dienen af te ronden. Dat het ook een tijd is. Niet iedereen is in ons leven en zijn niet in ons leven bedoeld om er continu van het begin tot het einde te zijn. Ik zie het als een bepaald soul contract, zielscontract dat je hebt met iemand. Die er geweest zijn met een bepaalde reden voor jou en die nu afgerond is. Dus dit kan jij ook wel meemaken met deze eclipse als het ware. Weet dat elke transit heeft ook altijd een soort van een schaduwzijde. En deze schaduwzijde gaat eigenlijk over de negatievere zijde of schaduwzijde van het teken van weegschaal. Elk sterrenbeeld heeft een schaduwzijde. En omdat deze eclipse een weegschaal is, moeten we kijken naar de schaduwzijde van weegschaal. Dus als weegschaal, ik zal eerst de positieve zaken zijn, is dat weegschaal houdt van balans en harmonie, van eerlijkheid, van oprechtheid, van connectiviteit, van fairness in het leven. Maar... Dan komen we eraan. Zijn er zaken in je leven of in het leven, neem nu als weegschaal, zijn er zaken, iemand zegt iets die niet correleert met de overtuigingen van een weegschaal, dan zul je het geweten hebben, zal ik maar zeggen. Dan kan de weegschaal vrij destructief zijn. Destructief ten eerste in zijn woorden, want weegschaal is een air sign, dus ze kunnen zeer goed communiceren en ze kunnen iemand pijn doen op een communicatievlak. En dan zal dat ook wel met een bedoeling zijn om je pijn te doen, om je te laten weten dat je verkeerd bent. Hè. Ze kunnen zelfs zo ver gaan dat ze iemand ghosten, dus volledig uit je leven verbannen als er iets niet overeenkomt met hun overtuigingen. Dus ze houden echt wel vast aan hun overtuigingen. Ze kunnen je buitensluiten uit hun leven ook. Hè. Dus ik geef die energieën mee, dat is die schaduwzijde van deze volle maan. Voor ons allemaal, wees daar alert van. Dat je daar niet kan aan getriggerd worden. Dus zijn er mensen die je nu momenteel... ik zal maar zeggen, iemand in je leven
die maakt u kwaad of zo, of die triggert jou, let dan op dat je die zaken, ja, dat je niet als het ware soort van in een discussie valt, waardoor er pijnlijke zaken kunnen gezegd worden. Dat is zowel het belangrijkste dat ik daarvan wou meegeven. Ik zou ook zeggen, maak nu geen grote beslissingen zonder na te denken. Denk goed na als je grote beslissingen in jouw leven maakt. Dat leidt mij dan tot het feit van Mercurius, de planeet van ons denken, onze grijze massazone en onze communicatie. Die staat in een retrograde, nu vanaf de 2e april tot de 26e april. Je kunt dat eventueel noteren voor jouzelf, maar je kunt dat ook altijd online vinden. Meestal voelen we een retrograde ook enkele weken op voorhand, ze noemen dit dan de schaduwzijde, en we zitten daar nu middenin. Nu, klassieke voorbeelden van de Mercurius en retrograde zijn gewoon algemeen zaken die vertragen. Onze communicatie vertraagt. We verstaan elkaar, we begrijpen elkaar niet meer zo duidelijk. E-mails worden verkeerd begrepen, hè? Dus let daar wel voor op. Hè? Iemand schrijft iets, e-mailt iets naar jou, jij zegt, maar wat is dit nu? Dat is gewoon misinterpretatie van een e-mail, dus let op daarvoor, zou ik zeggen. Maar ook klassiek is naar mobiliteit toe. Hè. Mobiliteit die begint te vertragen. Wens jij op reis te gaan, neem jij een vlucht, ik zeg maar, naar Spanje tijdens de paasvakantie? Wel, ik zou dubbel checken. Ik hoorde nu ook gisteren nog maar op het nieuws dat de Brussels Airlines de piloten terugstaken. Klassiek voorbeeld van een retrograde met Mercurius. Dus kijk, check alles dubbel. Ik zou, als je een contract ook dient te tekenen tijdens die retrograde, tot 26, tot het einde van april, zou ik alles dubbel checken. De fine print gaan checken, want het kan zijn als je dat niet doet, dat je terug op je stappen moet komen. Dus dat je daardoor terug vertraging loopt. Hè? En dat zou wel jammer zijn. Het belangrijkste daarvan is dat je geen impulsief gedrag vertoont in je denkpatronen, in je spreekpatronen, hoe je communiceert met anderen. En ik denk dat eerder een mooie periode nu is om aan wat introspectie te doen. Eens kijken wat jij wenst in het leven, waar je naartoe wenst te gaan. Dat zijn van die mooie zaken. Hè? En wie jij ook bent, hè? En hoe jij ook spreekt tegen anderen enzovoort. Hè? Dus dat is dan die mooiere zijde van Mercurius. Hè? Altijd heb je zo die negatieve schaduwzijde, maar ik denk, wij kunnen Mercurius ook gebruiken ten goede van onszelf als hij in een retrograde staat. En dan moeten we daar helemaal niet bang van zijn. En introspectie is een van de mooiste zaken in het leven, denk ik dan toch, om een mooie balans te kunnen creëren. Het laatste aspect dat ik nog mee zal geven is planeet Mars. Planeet van actie en vooruitgang. En rebellie ook wel. En Mars is de planeet van oorlog. Dus als die Mars staat nu in het teken van vis, vanaf de 22e, dus gisteren, eergisteren, ik zeg het, mijn datums vandaag zijn niet goed. Ik ga eventjes mijn camera opladen, want ik zie dat mijn batterij plat aan het... Zo, hij is aan het opladen. Dus ik was aan het zeggen, Mars in het teken van vis. Dus vanaf nu de 22e geweest, blijft daar staan tot het einde van april. Lange periode, weliswaar, een goede 5 weken. Belangrijkste daarvan is dat je weet, ten eerste, zo belangrijk dat Mars in vis staat, dat gebeurt om de 2 jaar, dus niet zo'n hele grote transit. Maar hij staat daar tezamen met de planeet Saturnus. En Saturnus houdt van structuur. En als die twee samenstaan in het teken van vis, dan mag je wel zeker weten dat Saturnus en vis ook tegen Mars zullen zeggen, jij moet je nu een beetje gedragen, jij mag wel rustiger zijn momenteel. Hè? Dus die energieën, die actiegedreven energieën, die rebellie, die oorlogsgod die altijd gelijk moet hebben enzovoort, die zal wat rustiger zijn momenteel. Zodanig dat je wat tijd moet krijgen voor jouzelf ten eerste. Dus wij kunnen algemeen wat rust ondervinden, maar omdat het teken van vis is het laatste teken van de zodiac, en eigenlijk op astrologisch vlak is dat dan ons 12e huis. Je hoeft dit niet te onthouden, maar het is het huis van spiritualiteit onder andere. Dus het kan wel zijn dat jouw spirituele zijde nu wat aangewakkerd wordt, wat ik altijd heel mooi vind persoonlijk. Dus het kan zijn ook dat je het gevoel krijgt dat je een beetje meer waardering wenst te hebben voor jouw intuïtie ook, voor jouw emoties in plaats
plaats van jouw actiegedreven zijde. Ja? Want dat is die yin en die yang zijde van onszelf. Hè? Dus die mooie vrouwelijke zijde van jou, ik denk dat je die meer nu ook naar boven of naar buiten wenst te brengen. In plaats van die mannelijke actiegedreven zijde die Mars ook vaak met zich meebrengt. Hè? Dus die ingetogen energie. Ik denk ook dat je meer aangetrokken ook kunt zijn tot soort van mensen die je zelfs op zielsniveau of eventueel op spiritueel niveau iets kunnen bijleren. Hè? Dus het kan zijn dat je die soort zaken aan het opzoeken bent momenteel. Het allerlaatste dat ik zal meegeven is gewoon, momenteel zou ik ook wat opletten op je geldzaken. Dus financieel zou ik niet te veel uitgeven. Ik zou bijvoorbeeld geen nieuwe kleerkast gaan kopen. Financieel voor ons allemaal kan het momenteel een periode zijn dat het wat moeilijker is. Weet dat dit ook zal verdwijnen. Maar ik zou, dat is gewoon algemeen wat ik zie op astrologisch vlak. Ik zou gewoon wat opletten voor grote uitgaven. Dat is het belangrijkste. Zo, dat is zowat alles op astrologisch vlak wat ik graag had meegegeven. Een grote boterham, ik heb het proberen zo beknopt mogelijk te houden. Ik spring heel graag over naar de tarotlezing zelf. Voor degenen die nieuw zijn, misschien iets kort over mijzelf. Ik ben tweetalig, ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een lezing connecteer ik gewoon luidop in het Engels. Ja, met mijn kaarten. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten, maar ik zal deze direct vertalen voor jullie en ook verklaren uiteraard. Hè. Ik begin altijd elke lezing heel graag met enkele orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Goed, genoeg gezegd. We beginnen eraan. Ik ga een slokje water nemen. Alright. Okay, show me what I need to know, please. Oh, Scorpio. Any general messages? That's now. Ja, ik heb stillness. Ja, die rust, hè, die rustperiode voor jou zal belangrijk zijn. Hè, voor ons allemaal, hoor. Maar kijk, we spreken over jou, liefste schorpioen. Die rustperiode. In stilte kan je de batterijen opladen. Kan je intuïtie ook aanspreken. En zeer mooi met een volle maan om dan die intuïtie van jou te gaan aanspreken. Zoals ik zei, die is daar met bakken. En dan heb ik ook een gatewaykaart. Prachtig. Dat toont mij aan dat jij in de mogelijkheid er is voor jou om een nieuwe hoofdstuk, een nieuwe gateway door te gaan. Ik vind dat prachtig. Dat is een van mijn mooiste kaarten van dit deck, omdat het een zeer fantasierijke kaart is. Dan zie je precies of dat je door deze mooie arch gaat en dat je in de wereld terechtkomt van een mysterie waar eenhoorns bestaan enzovoort. Waar wij onze intuïtie, onze dromen kunnen beleven, naar onze wildste dromen kunnen laten waarkomen. Maar weet dat het in werkelijkheid ook mogelijk is. Het is enkel maar jezelf dat jij kan tegenhouden daarin. Alles is mogelijk om te manifesteren in ons leven. En ik denk zelfs met deze periode aan die karmische hoofdstukken die kunnen afgesloten nu worden tijdens deze eclipse momenten nu, dat een gateway voor jou kan zijn om je te propelleren naar een nieuw hoofdstuk toe. Zeer belangrijke kaart voor jullie. Prachtig om mee te beginnen. Alright, ik neem dit deck er ook bij. Alright, show me what we need to know, please. Any general messages, please. Thank you. Yeah, anything else, please? For Scorpio, any general messages, please. Any general messages? Dat zal het zijn. En dan vliegen ze er allemaal uit op de grond. Ja, oké. Okay. Ja, listening, the olifant, encouragement, storm fields. Ja, duidelijk. Als je midden in de storm zit, dat is een stormy field, dat is een orkaan. Die waait over het land. Ja? Maar die passeert ook. Die blijft daar niet staan. En als die er blijft staan, dan is het ook maar effjes. Ja? Nummer 9 is blijven vooruitgaan. Blijven duwen om te verkrijgen wat jij wenst. En dan heb ik nog twee prachtige kaarten. Die komen allemaal heen. Dat is een reden waarom ik bleef shuffelen. Omdat we de kaarten vragen om te luisteren naar je intuïtie. Die olifant staat voor jouw innerste, zal je begeleiden. Jouw intuïtie zal jou begeleiden. Maar je moet er gewoon naartoe luisteren. En daardoor word je als het ware voortgeduwd, geëncourageerd, ja,
encouragement. Er wordt van jou gevraagd, twee negens, om voortblijvend te gaan. Een negen staat voor iets te verkrijgen, niet opgeven. Blijven duwen, ja. En blijven duwen wat dat jij wenst in het leven, wat dat belangrijk is, wat dat jij wenst te verkrijgen. En je kunt dat enkel maar doen door in stilte naar je intuïtie te luisteren. Beide kaarten. En daardoor zul jij zelfs, daarnadien zul jij een gateway, het zal een gateway, het zal een poort voor jou opengaan. Het zal een soort van een aha-moment zijn. Ach, oké, daardoor, zo zit het in elkaar. Oké, dus blijven volhouden. Blijf proberen te grijpen achter iets. Dat is zeer specifiek, die boodschap, hè. Oké. En dat is ook, deze kaart, hè? Dat is een 5 en een 3, dat is een 8, hè. Dus dat is een obstakelkaart ook, als het ware. Dus als er obstakels in jouw leven zijn, dan vragen de kaarten ook om te luisteren naar jouw intuïtie. Ook daar terug, liefste schorpioen. Dat is heel duidelijk. Ze zijn zeer mooie boodschappen. Can you show me what we need to know, please? Scorpio. Any general messages, please? Anything we need to know? Thank you. Twee kaarten ook. Ja, oké. You and your loved ones are safe. Dat is de new moon in Cancer in Kreeft. Ja, Kreeft is ook, dat is jouw zusterteken. Zeer intuïtief teken ook. Wordt geregeerd door de maan. Dus zeker nu tijdens deze periode, weet dat gewoon. Dat zal een specifieke boodschap zijn dan voor één iemand. Is dat jij en de mensen die jij lief hebben, dat je veilig bent. Dat je als het ware beschermd bent. Hè? En ik heb ook Work Through Your Fears. Hè? En dat is jouw eigen kaart. Dat is de nieuwe maan in Schorpioen. Dus laat jouw angsten je niet tegenstaan. Hè. Jouw angsten zullen jou belemmeren om vooruit te geraken. Hè. Angst is gewoon een patroon, zijn denkpatronen die wij nu echt wel heel mooi onder ogen kunnen zien en weten van waar dat die komen eventueel. Een beetje aan die self-awareness werken als die naar boven komen. En dan zeg ik altijd, als je je angst onder ogen kunt kijken, dan kun je dat vast bijna nemen en dan kun je het plaatsen. En als we iets kunnen plaatsen, dan kunnen we het ook los gaan laten. Dat is dan de volgende stap, hè. Dus work through your fears, werk door jouw angsten, hè. Liefste schorpioen, specifiek dat je dan nog eens je eigen kaart trekt, hè. Nice, oké. Nemen we er nog een deck bij? Ja, nog één. Kruidendek. We nemen deze er nog bij. Oké, show me what needs now, please. Last card for Scorpio. A general message, please, for Scorpio. Thank you. Passiekruid. Ja, passiekruid. Ik help je om jezelf te vertrouwen. Ik zal hem eventjes tonen aan jullie. Oh, wat verder van de camera. Het zijn altijd heel mooie kaarten. En hier onderaan zijn kleine zinnetjes. Ik zal ze even lezen voor jullie, als het lukt met mijn bril. Het is zodanig klein. Ik help je om jezelf te vertrouwen. Je hoeft niet altijd te zoeken naar bevestiging vanuit je omgeving. Vertrouw op jezelf. Wees trots op jezelf. En ga staan voor wie jij bent, liefste schorpioen. Wees trots op jouzelf. Mooie boodschap, hè? En je hoeft niet altijd bevestiging te krijgen van iedereen rond jou. Als jij voor jezelf al bevestigend dat jij blij bent met jouzelf, hè, dat is nummer 1, hè? Dus spreek ook lief tegen jouzelf. Het zal belangrijk zijn, blijkbaar. Wees trots op jezelf en ga staan voor wie jij bent. Mooi boodschap. Oké, ik neem de tarotkaarten erbij, tenminste. Ik neem algemene boodschappen, jumpers. Ik zal ze tonen aan jullie en dan zal ik ze nog eens verklaren met een tweede deck. Alright. Here we go. Show me what we need to know, please, for Scorpio. Thank you. Anything for the collective? Thank you. Any general messages, please, for Scorpio. Thank you. Anything else? Wow, okay. Even een volgorde leggen. Anything else? Anything else we need to know, please, for Scorpio? Anything else we need to know, please, for the collective? Any messages? One more? Thank you. Alright.
Ja. Kijk, ik heb de Fool, hè. Ik heb een nieuw pad, maar de Tower ligt ernaast. Ik had denk ik vorige week ook een Tower voor jullie, ik weet het niet meer zeker. Nieuw begin na Stormy Fields en die toren ligt net onder die storm. Dus zeer duidelijk, maar ik zal beginnen met begin. Ik zal zeggen dat er een nieuw pad voor jullie klaar staat. Een nieuw pad waar dat jij meer moet geloven in jouzelf. Dat is voor mij nu wel heel duidelijk. Trots zijn op jezelf, waar je gekomen bent, wat jij al gedaan hebt. Eens kijken tot waar jij nu gekomen bent. Zij staat op hier op de afgrond, klaar om een nieuwe pad aan te gaan. Hè? Een nieuw pad in gelijk welk vlak dat dat voor jou betekent. Hè? Carrière, werk, relatie, manier van denken, emotioneel, noem maar op. Het zal voor iedereen anders zijn. Maar je ziet ook dat ze daar staat met heel veel zelfvertrouwen. Ja? Dat is de negatievere zijde van deze kaart. Hè? Dus de kaarten vragen aan jou om te geloven in jezelf en trots te zijn op jouzelf. En van als je dat kunt, dan kan je een nieuw pad inslaan. En als je dat nog niet bent, hè, dan doe dit echt wel in stilte. Ja? In rust, stilte. Ga eens met jezelf die connectie aan, zou ik zeggen. Want kijk, het is zo simpel, hè? Er is hier een gateway voor jou. Hè? Er staat hier een nieuw pad voor jou klaar. Hè? Heel mooi om te zien. Hè? Terug omdat die kaarten zo mooi correleren. Hè? En ook daar, de volgende kaart, ik zei het. Ook die twee vallen onder elkaar. Hè? Niks is bij toeval met tarot. Hè? Deze toren, dat is zelfs dat is niet enkel iets die afgebroken wordt en dat is het. Nee, dit is omdat het dient in jouw leven. Dus dat kan een denkpatroon zijn die afgebroken wordt. Hier zie je een toren, je kunt het zien als een huis. Sommige mensen zullen verhuizen zelfs. Maar je zit midden in een storm meestal als dit gebeurt. Dat is iets die volledig verandert in jouw leven. En dit dient te gebeuren om jou terug te aligneren in de richting waar jij dient heen te gaan. En dat zal dan ook terug daar voor iedereen anders zijn. Ja. En het is dan ook de bedoeling als dit gebeurt in jouw leven, hè, dat je terug van nul kunt starten en terug kunt beginnen heropbouwen. Ja. En dat is die Fool. Dat geeft jou gewoon de mogelijkheid. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om opnieuw te starten. Dus jij krijgt hier echt de mogelijkheid. Gewoon omdat het universum zegt, het was niet 100% voor jou. Of die persoon was niet 100% voor jou. Kan ook. Of die denkpatronen waren niet helemaal correct. Analyseer dat eens, want het is een hele nieuwe weg die openstaat voor jou. Okay? Ik heb de Magician ook. Prachtige kaart. Ik heb hier al drie grote arcana om mee te beginnen. De Magician toont van mij is dat je iets aan het leren bent. Ja? Ik ga daar twee dingen nog over zeggen. Ik denk dat jij iets aan het leren bent, dat je iets aan het trainen bent, als het ware. En dat je aan het verbeteren bent in wat jij aan het leren bent. Ja? Deze kaart spreekt ook over zelfvertrouwen hebben. Dat jij alle tools in huis hebt om iets te kunnen aantrekken in jouw leven. Het belangrijkste is met een magician, dat is als het ware iemand die aan het manifesteren is, hè? Maar manifesteren doen wij enkel ook. Dat is niet wat dat je wenst aan te trekken, is ook omdat je actie dient te ondernemen. Ja? Dus gaan iets gaan leren, vooruit gaan met iets. Hè? We kunnen het niet alleen visualiseren, maar we dienen het ook te gebruiken. Hè? Hetzelfde, ik werk heel graag met de energieën van astrologie, maar ik zal ze ook implementeren in mijn leven. Ik zal niet er gewoon naartoe kijken en zeggen: oké, dat is het. Well, goed, oké. Nee, om ze te kunnen gebruiken en om kunnen verder te geraken in je leven, dien je ze ook te gebruiken in jouw leven. En dien jij actie te ondernemen en een doel voor ogen te hebben en een plan te maken. Dan vraag ik die kaart als een plan maken met alle tools, alle gereedschap dat jij hier van binnen aanwezig hebt om vooruit te gaan. Ja? En dat kan eventueel uw intuïtie gebruiken zijn. Hè? Op dat vlak uw intuïtie gebruiken en die zegt van oké, ik zal. Ik ga luisteren naar mijn intuïtie en mijn intuïtie zal mij verder begeleiden. En eventueel daardoor zal ik iets gaan leren, iets extra gaan leren. En iets aanduiden zelfs. Die weg zal open gaan voor jou. Vanaf dat jij begint te luisteren in jouw intuïtie. En dan denk ik dat jij in mooie sferen terechtkomt. Ik heb hier de Five of Swords ook, hè. Nu, die vijf toont echt aan dat er een verandering komt, hè, in jouw mentale zijn, in hoe dat jij denkt. Jouw denkpatronen zijn aan het veranderen. Het kan zijn dat jij ook zelfs een keuze dient te maken, hè. Deze kaart
Die twee zwaarden tonen voor mij aan dat je een keuze dient te maken in je denkpatroon. Denk jij te negatief, dan zou ik echt wel aanraden om dit proberen los te laten. Want dan houd je alleen maar jezelf tegen. Ja? En die drie zwaarden, die Three of Swords, hè, die spreekt echt wel over creativiteit ook gebruiken. Hè. Hier in dat hoofdje, hè, laat je creativiteit los. Hè. Om iets te overkomen, hè, om een keuze te maken, doe het op een intuïtieve, creatieve manier. Ik heb de Ten of Wands. Een Ten of Wands is ook een afsluiting, hè. Een afronding van iets. Een afronding van een creatief proces bijvoorbeeld. Dus sommige schorpioenen kunnen iets geleerd hebben bijvoorbeeld. Waardoor dat je nu op het punt gekomen bent dat je iets kunt afsluiten. Je hebt al een lange weg doorgaan, dat is duidelijk. Je hebt al een lange piste afgelegd eigenlijk. En ik denk dat je daar iets kunt afsluiten. Dat is deze kaart. En dan heb ik de Seven of Wands ook nog eens. De Seven of Wands spreekt hier over een soort van... Het is een kaart die zegt ten eerste niet opgeven en nog meer ervaring opdoen. Waardoor dat je blijft gaan, waardoor dat je blijft vooruit gaan. En hij ligt hier onder die kaart van work through your fears. Hè. Dus laat uw angsten niet in de weg staan. Zie het als... als jij angst hebt, zie dan als die stok dat je angst is. En dat je hem gewoon wegsmijt. Ja, weg. Ik heb die niet meer nodig. En ik zal verder doen. Ik zal verder zetten. En ik zal nog wat meer ervaring gaan opdoen. Ja? Zodanig dat ik nog verder kan springen, als het ware. Ja? Goed, we gaan de kaarten verklaren. Weet dat al mijn kaarten op voorhand geshuffeld zijn geweest. Maar ik doe dit off-camera, omdat het gewoon te lang duurt. Anders. Ik zal een slokje water moeten nemen. Als je zoveel praat. Oké. De full please. Clarify the full. Clarify the full please. Ja, the Eight of Pentacles. Ik denk dat je met een obstakel eventueel kunt zitten ergens op financieel vlak. Heb jij het nu wat moeilijker op financieel vlak? Kaarten vragen hier aan jou om te blijven volhouden omdat er een nieuw begin aankomt. Dat er een nieuwe fase, een nieuw hoofdstuk aankomt waarin dat jij veel meer gelukkiger zult zijn. Hè? Eight of Pentacles is niet opgeven, blijven doorwerken, zeker op financieel vlak. En zeker blijven doorwerken als er obstakels zijn. Want je gaat van een 8 gaan naar een 9. En de 9 of Pentacles, dat is echt wel iets dat je dan verkrijgt. Dat is die zelfstandigheid dat jij kan verkrijgen indien je dit wenst. Want dat is echt meer geluk op financieel, op materieel vlak dat jij kan verkrijgen. Dus nu zit je in een periode waar je dient vol te houden. Waar je niet mag opgeven. En echt prachtig, hè? Die gateway is daar. Hè? Dit nieuwe begin staat voor jullie klaar. Hè? Ja, en zelfs met die tower, ik heb het Three of Cups, hè. Dat is creatief zijn, hè, dat rondwerken. Hè. Als je een torenmoment in jouw leven hebt, dan vragen de kaarten echt wel om zelfs dat torenmoment te gebruiken om jou te laten inspireren naar nieuwe projecten, naar nieuwigheden, waardoor dat jij terug gelukkig kunt worden. En zie het, probeer het op een positieve manier te draaien. Probeer meer creativiteit, inspiratie in je leven binnen te laten. Je hebt dat met pakken, ik ben dat zeker. En gebruik dit om uit een bepaald stormachtige periode te geraken waarin dat je moet doorzetten. Op weg naar het nieuwe hoofdstuk. Oké, okay. The Magician, please. Clarify the Magician. Clarify the Magician, please. Zie je wel? Ik denk dat je een keuze moet maken. Hè? Keuze hier mentaal. Ik heb twee keer Two of Swords. Kijk. Als je... Dus je herinnert die nog eerst. Die twee zwaarden hier. Hè, met die kaart. En die komt er hier naast te liggen. En hier zijn nog eens die twee zwaarden. Twee zwaarden tonen voor een keuze. Dat je die te maken. Mentaal vlak. En dat je angsten daar niet mocht toelaten. Jij zal een keuze moeten maken. Keuze moeten maken waar dat je... je beste bijvoelt. Een intuïtieve keuze zal het zijn. Luister goed naar uw intuïtie.
Die zal u begeleiden. Dus probeer een mooi onderscheid te maken tussen uw rationele zijde en uw intuïtie. Ik zou ze samen proberen te gebruiken. In een bepaalde keuze, het ligt op de magician, hè? Dus je hebt dat allemaal aanwezig, die krachten als het ware, heb jij aanwezig. Jij kan dit, jij kan die keuze maken. Je moet gewoon trots zijn op jezelf en geloven in jouzelf. Five of Swords, please. Clarify the Five of Swords, please. Ten of Pentacles. Zie je wel? Van een 5 naar een 9 naar een 10. Dus eens jij dit gedoe hier in het hoofd, die keuze gemaakt hebt, dit achterlaat, dit negatieve, wegduwt, blijf volhouden, dan kom je op het einde van de cyclus hoor. En dan kom jij naar een punt hè, waarbij dat jij terug een nieuw hoofdstuk, één op financieel gebied kunt aangaan. En ik denk zelfs dat je daardoor emotioneel terug gebalanceerder zult geraken. Maar daar ga ik me nu nog niet over uitspreken. Maar ik weet, ik zie hier heel mooi. Dus het is een legging, het is een financiële legging. Hè? Mocht ik het nog niet gezegd hebben. Je bent hier duidelijk iets aan het achterlaten. Hè? Je hebt hier iets afgerond. Hè? Dus zodra die negatieve gedachten jij dit afrondt, jij dit laat zijn, dan kan jij ook een bepaald hoofdstuk afronden en laten zijn en droppen, zoals dat ik zei. En dan kan je naar het nieuwe hoofdstuk gaan. Zeer duidelijk hier. Twee tienen ook wel. Ten of Wands, please. Clarify the Ten of Wands. Zo leuk als ze op de grond vallen. Ja, ik heb de Nine of Swords. Ook daar terug. Ongelooflijk. Ook daar terug, hè. Er is hier iets die jou tegenhoudt. Hè? Ik denk wel jouw gedachten, hè? Jouw emoties. Hè? Die kaart vraagt eigenlijk om terug daar op mentaal vlak niet opgeven. Hè? Die kaart, herinner nog de allereerste kaart, die sprak over niet opgeven op financieel vlak. Dat er goede tijden wel aan het komen zijn, dat er een nieuw pad zal opengaan. En die kaart spreekt dan daardoor op mentaal vlak. Geef niet op op mentaal vlak, hè? Want dit houdt jou tegen. Dat is een angstkaart terug. Hè? Een angstkaart om iets zelfs af te ronden, om iets af te sluiten. Work through your fears, ze liggen allemaal onder elkaar. Angst op angst op angst. Kijk, angst op angst op angst. Dus die angstkaart hier, die liggen allemaal op het einde van een creatief hoofdstuk. En dan nog eens deze kaart erbovenop. Angstkaart. Het advies is echt wel dat je voort moet blijven doen. Ja? De negen staan voor mij voor voort blijven doen. Blijven verkrijgen, niet opgeven. Ja? Zeker met deze kaart ook. Hè? Zie jij het momenteel niet, maar dat zou ik zeggen, doe een cursus bijvoorbeeld. Hè. Is die goed voor jou? Blijf iets leren, als het ware. Hè. Neem levenservaring nog meer. Hè. Zodanig dat je meer vertrouwen in jouzelf creëert, als het ware. Zo'n beetje imposter syndroom krijg je hier. Seven of Wands, please. Clarify. The Three of Pentacles. Twee drieën ook, hè. En die drieën spreken echt over creativiteit gebruiken. Hè? Creativiteit gebruiken op vlak van jouw job, van jouw carrière. Waar jij wenst heen te gaan. Dus ja, kijk, ervaring opdoen. Eventueel door een cursus. Ervaring blijven gaan op vlak van uw carrière. En het kan zijn dat je daardoor moet samen gaan werken met andere mensen. Three of Pentacles, vraagt ook wel om out of the box te gaan denken. Een bredere visie te hebben. Hoe dat je bepaalde zaken kunt binnenkrijgen in jouw leven. Het belangrijkste zal zijn is dat je moet vertrouwen op jouzelf. Kijk, liefste Scorpioen. Dat zijn mijn boodschappen voor jullie voor deze week. Ik hoop alvast dat enkele boodschappen resoneerden. Zo ja, dan mag jij zeker altijd op
de like-button klikken. Dat toont voor mij aan dat die boodschappen resoneerden. Had je je nog niet geabonneerd en vind je mijn manier van kaarten leggen leuk, dan mag je zeker abonneren ook. Daarop klikken. En eventueel op het belletje klikken, de vermelding aanklikken. Dan word je telkens op de hoogte gebracht. Elke week van een nieuwe video. Voor nu zou ik zeggen, hartelijk dank om te kijken, liefste schorpioen. Maak er nog een fijn weekend van. Een hele leuke maansverdustering. Hou het rustig. Geniet in stilte, zou ik zeggen. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag.